Nederland en Indonesië delen een geschiedenis die teruggaat tot het begin van de 16e eeuw, toen er volop handel werd gedreven in kruiden en specerijen. Na het faillissement van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1798 werd Indonesië een Hollandse kolonie onder de naam Nederlands Oost-Indië. Op 27 december 1949 kwam er een einde aan deze periode toen Indonesië officieel onafhankelijk werd verklaard. 5 jaren van strijd gingen hieraan vooraf, want Nederland wilde niet zomaar afstand doen van de kolonie. 150.000 Nederlandse militairen waren hierbij betrokken en 150 daarvan kwamen uit het Brabantse Schijndel. In deze documentaire vertellen ze hun verhaal, hoe ze werden opgeleid tot militair en na een lange zeereis terechtkwamen in een vreemd tropisch land vol chaos en geweld.